Eerst over mezelf. Ik ben wetenschapper, communicatiewetenschapper om precies te zijn. En in de wetenschap gaat het razendsnel, want ik heb deze slideshow vorige week gemaakt. Ik wist daar nog ook samen met jullie een titel, maar ik ga het veel trots vertellen vandaag voor het eerst. Ik zie gisteren mezelf professor nog noemen. En ik ben dus professor in de communicatie en met name communicatie met jongeren. Ik ben gespecialiseerd in jongeren als doelgroep. En dat gaat van baby's tot jongvolwassenen. Ik ben niet de enige die daarin gespecialiseerd is. Over de hele wereld zijn duizenden wetenschappers dagelijks bezig met kennis te vergaren over jongeren als doelgroep. Doelgroep van media, doelgroep van producten, doelgroep van diensten. Wat vinden jongeren leuk, wat gebruiken ze, wat zijn de effecten? Enorme berg kennis. Kennis die ook voor u, niet-wetenschappers, relevant is. Er is alleen één probleem. Wetenschappelijke kennis, zoals die hier verschijnt, is saai, onaantrekkelijk, moeilijk en ontoegankelijk. Ik mag het nu zeggen, want het is een artikel van mezelf, samen met wat collega's. Zo brengen wij de kennis in de openbaarheid. Maar ja, dat is eigenlijk alleen voor wetenschappers toegankelijk. Met Bite Science, opgericht samen met mijn collega Esther Roosendaal, proberen wij die kennis, die schat aan informatie en kennis over jongeren als doelgroep, toegankelijk te maken voor niet-wetenschappelijke publieken. Dus voor iedereen die ook geïnteresseerd is in hoe jongeren media, producten en diensten gebruiken. En wat wij eigenlijk simpelweg doen is, we scannen de literatuur, niet alleen van onszelf, maar eigenlijk ook van de hele wereld uitkomt. En we pakken daar de meest interessante en de hoogste kwaliteit informatie en artikelen uit. Dit zijn dan artikelen. En die vertalen wij in hapklare blokken. Vandaar de naam Bite Science. Dus het onderzoek wat u net zag, ziet er zo uit als wij het op de hand hebben genomen. En dat verschijnt op onze website www.bitescience.com. Daar zijn al die artikelen in hele korte kleine stukjes na te lezen. En eigenlijk, alles wat u moet weten hier zijn de takeaways. Bij elk artikel staan een paar punten die interessant zijn voor een professional die jongeren als doelgroep heeft. Allemaal categorieën, dus iedereen kan naar eigen zin zoeken naar wat interessant is. Nou, dit was een voorbeeld van het begin van een artikel. Bijvoorbeeld ook is de statistische analyses die zo in de wetenschappelijke literatuur verschijnen. Die maken wij ook wat toegankelijker en aantrekkelijker door bijvoorbeeld de infographics en wat informatie over het onderzoek. Zo ziet onze website eruit. Het doel van de website is eigenlijk tweeledig. Je kan de manier waarop we werken is dat je een abonnement op de website registreert en kan inloggen. En vervolgens kan je zoeken op onderwerpen, op thema's, op keywords. Deze hele website is personaliseren, eigen thema's bovenaan zetten. En het is eigenlijk tweeledig. Aan de ene kant is het een soort nieuwsservice. Je kan verschijnen elke week minstens 2 nieuwe artikelen. Zo word je op de hoogte gehouden van wat er gebeurt in de wetenschap. En aan de andere kant is het een groeiende database van kennis. Waar je zoekt op je eigen interessegebied en weet op een gegeven moment ras. Zoek een keyword en krijg overzicht van wat voor onderzoek daar al bekend is. Even nog in het kort, de bullets waar we door op zijn. Wij maken dus wetenschappelijke kennis toegankelijk voor professionals. We bieden de nieuwste en beste wetenschappelijke inzichten in hapklare boeken. Dat doen wij en u krijgt wijsheid over jongeren en media. Dus het gaat niet over de mediawijsheid van jongeren, maar over uw eigen mediawijsheid. En weet wat er omgaat in deze markt. Ik sta hier ook met een stand. Kom gerust even langs waarmee jij. Dan kunnen we even. Ik heb de laptop staan. We kunnen in de activiteit van de website bekijken. Kan